De Partij van de Arbeid in de Tweede Kamer wil dat er een noodfonds komt voor tuinders die zijn getroffen door de brand bij Chemiepak in Moerdijk. De partij gaat dat vandaag voorstellen tijdens een spoeddebat in de Tweede Kamer. De boeren hebben veel schade geleden omdat ze hun groenten niet meer konden oogsten na de brand. De gemeente Rotterdam denkt dat de sloop van de vroegere IMAX-bioscoop aan de Leuvenhaven binnen 2 weken wordt hervat. De muur van het gebouw aan de Schiedamse dijk stortte 2 weken geleden in tijdens sloopwerkzaamheden. Sindsdien ligt het werk stil. De SP en de Partij van de Arbeid in de Tweede Kamer willen een spoeddebat over de aanbesteding van het openbaar vervoer in de grote steden. De partijen vinden dat minister Schulz van Verkeer de plannen moet terugdraaien. Eerder deze week heeft de minister de aanbesteding 1 jaar uitgesteld. Maar volgens Jacques Monnars van de Partij van de Arbeid is de situatie in Rotterdam zo complex dat het openbaar vervoer ook de komende jaren door de RET moet worden uitgevoerd.